Heb je eierstokkanker gehad of komt eierstokkanker in je familie voor? Laat je dan genetisch testen. Bij ongeveer 10-15% van de vrouwen met eierstokkanker is de ziekte erfelijk en wordt een foutje in de DNA gevonden. Vaak gaat het dan om het BRCA1 of BRCA2 gen. Het is belangrijk om dat te weten voor de behandeling van de ziekte, maar het is ook nuttig voor familieleden om te weten of het om een erfelijke ziekte gaat. Vrouwen met eierstokkanker en een erfelijke aanleg reageren goed op een bepaald soort medicijnen, PARP-remmers. Ook is het zo dat er sprake is van een verhoogd risico op borstkanker wanneer de ziekte erfelijk is. Ook je kinderen en andere familieleden kunnen drager zijn als de ziekte erfelijk is. Zij kunnen zich laten testen, onderzoek laten doen of preventieve operaties laten verrichten als ze drager zijn. Ook als je alleen zoons of broers hebt, is testen belangrijk. Zij kunnen namelijk ook drager zijn en de aanleg doorgeven aan hun kinderen. Mannen die drager zijn van een foutje in het BRCA2-gen hebben een verhoogd risico op borst- en prostaatkanker. Ben je zelf niet ziek, maar komt eierstokkanker in je familie voor, dan kan je via de huisarts verwezen worden naar een polykliniek genetica. Soms is dan DNA-onderzoek mogelijk in tumorweefsel dat bewaard is gebleven van het overleden familielid met eierstokkanker. En anders kan je zelf genetisch getest worden.